Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 11, waarin Richard Dawkins ons meedeelt dat wonderen bestaan, maar dat het slechts zeer onwaarschijnlijke natuurlijke gebeurtenissen zijn. Hij stelt ons voor aan het wuivende marmeren standbeeld en de koe die over de maan sprong, en beweert dan dat zulke dingen echt zouden kunnen gebeuren. Maar als we zijn argumenten onder een vergrootglas leggen, blijkt. Dat ze wetenschappelijk gezien geen inhoud hebben. Waarom heeft de atheïst zulke kromme logica dan nodig als hij alleen maar wil bewijzen dat letterlijk alles kan gebeuren door natuurlijke oorzaken als je maar lang genoeg wacht, onjuist als die conclusie is? Omdat het de enige manier is waarop hij de oorsprong van het leven naturalistisch kan verklaren. We komen hier in latere hoofdstukken op terug. Toch heeft Dawkins enkele verrassende bondgenoten als hij zegt dat er niets kan gebeuren zonder de bestendige invloed van de natuurwetten. Zoals de theist Augustinus en de pantheist Baruch de Spinoza. Hun argumenten leiden echter tot een God die zichzelf in een hoek schildert, een God die machteloos is geworden door de wetten die hij zelf geschapen heeft. De Bijbelse godhypothese. Geeft ons echter een visie op de voorzienigheid en op wonderen en de betekenis van het leven die veel rationeler en vollediger is. Een visie die God niet gevangen zet binnen de grenzen van de natuurwetten. Nieuwe woorden: van der Waals afstand, de optimale afstand tussen atomen. Reductionisme, het idee dat alles verklaard kan worden. In termen van materiële oorzaken en gevolgen. De koe sprong over de maan. Want wij zeggen dat alle wonderlijke vertoningen, wonderen, tegen de natuur zijn, maar zij zijn het niet. Want hoe is tegen de natuur wat geschiet door Gods wil? Daar de wil van de grote Schepper de natuur is van iedere geschapen zaak. Zo dan. De wonderlijke vertoning geschiet niet tegen de natuur, maar tegen de natuur die ons bekend is. Al dus Aurelius Augustinus in De Stad van God, deel 2, boek 11, hoofdstuk 8. De wonderen vertellen eigenlijk in kleine letters hetzelfde verhaal opnieuw. Het verhaal dat over de hele wereld geschreven is in letters die voor sommigen van ons te groot zijn om te kunnen zien. Van dat grotere schrift is een deel al zichtbaar en een deel blijft nog onopgelost. Aldus C.S. Lewis in God in the Duck, uitgegeven door Eerdmans in 1994. Pagina 29. Hey dido dol, de kat en de viool. De koe sprong over de maan, het hondje lachte om die rare sport en de lepel liep weg met het bord. Engels kinderrijmpje, 1765 Is het leven niet vreemd? Je zoekt te vergeefs naar een goed citaat en dan vind je er plotseling drie tegelijk. Maar anders dan bij de bushalte, waar je de goede bus moet kiezen, hoef je niet te kiezen. Want je kunt ze alle drie gebruiken. En dat is maar goed ook, want we hebben alle hulp nodig die we krijgen kunnen. als we de natuurwetten achter ons laten en ons gaan richten op de dingen die ze lijken te schenden, namelijk wonderen. U gelooft niet in wonderen? Dat is jammer, want Richard Dawkins doet dat wel. U wist niet dat Richard Dawkins in wonderen gelooft? Ja. Echt, al zou hij ze, in plaats van wonderen, liever zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen noemen. Maar u hoeft dat niet zomaar van mij aan te nemen. Lees maar wat hij zelf zegt. Hij schrijft, citaat, Een wonder is iets dat gebeurt en dat ons in buitengewone mate verrast. Als een marmerend standbeeld van de Heilige Maagd plotseling naar ons zou wuiven, zouden we dat als een wonder beschouwen omdat al onze kennis en ervaring zegt dat dit ongewoon gedrag is voor een stuk marmer einde citaat hij vervolgt citaat in het geval van het marmeren standbeeld botsen in het solide marmer voortdurend moleculen vanuit allerlei richtingen tegen elkaar aan deze botsingen van de verschillende moleculen Heffen elkaar op, zodat de hand van het standbeeld zich niet beweegt. Als nu echter door louter toeval alle moleculen op hetzelfde ogenblik in eenzelfde richting zouden bewegen, dan zou de hand bewegen. Als ze vervolgens tegelijkertijd in tegengestelde richting zouden bewegen, zou de hand weer terugvallen. Op die manier zou een marmeren standbeeld naar ons kunnen wuiven. Het zou kunnen gebeuren. De kans op een dergelijk toeval is onvoorstelbaar klein, maar niet onmetelijk klein. Een collega van me, die natuurkundige is, was zo vriendelijk het even voor me uit te rekenen. Het getal is zo groot dat de leeftijd van het universum een te korte periode is om de nullen uit te schrijven. Het is theoretisch mogelijk met ongeveer eenzelfde mate van onwaarschijnlijkheid, dat een koe over de maan springt. De conclusie wat betreft dit deel van de bewijsvoering, is dat de diepte waarmee we met onze berekeningen kunnen binnendringen in gebieden of sferen van wonderbaarlijke onwaarschijnlijkheid, ons voorstellingsvermogen van wat nog geloofwaardig is, verder boven gaat. Einde citaat nog even geduld, we komen zo bij de koe. Laten we eerst het wuiven eens onder de loep nemen. Richard Dawkins lijkt in de waterverkeren dat marmer een gas is waarin de moleculen vrij rond bewegen en tot stilstand kunnen komen of landen, tussen aanhalingstegens waar ze maar willen. Voor zijn wonder, of in zijn woorden, het zou kunnen gebeuren, is het echter zeer spijtig dat zijn marmer geen gas is, maar een vast kristal, opgebouwd uit calciet, aragoniet en of dolomietkristallen. De atomen of ionen die deze kristallen vormen, kunnen niet vrij rondwandelen tussen aanhalingstekens, maar zijn ingesloten in het kristallen raamwerk en zij vibreren binnen de hun gestelde positie of beschikbare ruimte. Met een frequentie die zo rond de 15 terahertz ligt. Dat is 15 miljard keer per seconde. Elk atoom dat het in zijn hoofd haalt aan de lange reis te beginnen die ons in Dawkins wonder wordt voorgesteld, wordt zonder pardon meteen teruggevloten naar de start. Naar zijn beginpunt. Maar laten we even aannemen dat alle atomen in de hand van het beeld plotseling wel in dezelfde richting bewegen. Wat zou er dan gebeuren? Zodra de atomen een afstand zouden afleggen... die kleiner is dan de Van der Waals afstand... bijvoorbeeld een honderd miljoenste van een centimeter... dan zou de grenslijn tussen de bewegende hand... en de bewegingloze arm... een plotselinge zijwaarse trekkracht ondergaan. Omdat elke actie een evenredige tegenreactie veroorzaakt... Zal de arm de hand verhinderen om nog verder te bewegen, en hem zelfs voorbij zijn oorspronkelijke positie bewegen, waardoor er een trilling ontstaat, die als een geluidsgolf door zowel de hand als het beeld zou gaan. We zouden Dawkins wonder dus misschien wel kunnen horen, maar we zouden het zeker niet kunnen zien. Een tweede probleem is. Dat een spontane beweging van de hand van het beeld een overtreding zou zijn van de wetten van behoud van energie en impuls. De snelheid van een voorwerp in een rechte lijn vermenigvuldigt met zijn massa. Voor het wonder van Dawkins had de hand nog impuls, nog kinetische energie, bewegingsenergie. Plotseling bewegen de atomen allemaal in dezelfde richting naar boven. En beweegt de hele hand richting het plafond. De hand heeft nu zowel impuls als kinetische energie, in tegenstelling tot hiervoor. Twee natuurkundige basiswetten van behoud zijn nu gebroken, en de schaakmeester van Thomas Huxley zou dat niet leuk gevonden hebben. Je kunt niet zeggen dat de nieuwe impuls en energie veroorzaakt worden door de beweging van de atomen in de hand. Voor het wonder is de collectieve impuls van de verzamelde atomen nul, omdat de atomen willekeurig trillen en elkaars bewegingen opheffen. Dus als de hand beweegt en er impuls ontstaat, is die impuls uit het niets ontstaan. Op gelijke wijze kan de kinetische energie van de hand ook niet veroorzaakt worden door de trillingsbewegingen van de atomen, omdat die energie. Simpelweg een uiting is van de temperatuur van de vaste massa, en niet vrij of beschikbaar is om ook maar iets in beweging te zetten. We laten alle andere naïeve ideeën maar voor wat ze zijn, zoals de suggestie dat marmer dan wellicht niet echt een gas is, maar dat het wel van plasticine gemaakt is, zodat de pols van het beeld kan buigen zonder af te breken, en zullen nu ter zake komen. Dawkins zegt dat het zou kunnen gebeuren. Maar hij heeft het mis. Het kan niet. Het idee dat een stuk kristalkalksteen door de interne beweging van zijn atomen van hier naar daar kan bewegen, is wetenschappelijk gezien belachelijk. Misschien is het Potteriaans, maar het is geen wetenschap. En dit brengt mij bij de jolige koe en de maan. De kinetische koe. Kan de koe echt over de maan springen? Volgens Richard Dawkins wel. Het is theoretisch mogelijk, betuigt hij met meer ernst dan ik zou kunnen opbrengen voor dit onderwerp. Zelf sta ik aan de kant van het hondje in het kinderrijmpje. Dus nu willen we net als de koe wel eens wat lol beleven: de rare sport van de koe in het rijmpje. Laten we beginnen met de eren die eren toekomt. Zelfs zonder de hulp van Harry Potter heeft Dawkins de beschikking over drie mogelijke redeneringen: de moerastheorie, de rundergolffunctie... of telekinese. We bekijken ze alle drie. Van de moerastheorie, zichzelf uit het moeras trekken, hadden we al een mooi voorbeeld in dat merkwaardige incident. Van het wuivende standbeeld. Hier is nog een voorbeeld. Ik weet zeker dat Dawkins en ik het erover eens zijn dat een koe zichzelf niet door spierkracht alleen over een hoorberg kan lanceren, laat staan over de maan. Dus hoe krijgt onze runderastronaut zijn kinetische energie en ontsnappingssnelheid zonder de hulp van NASA? Aha, roept u misschien. Denk eens aan een equatoriale koe. Dat is een koe die zich dicht bij de Evenaar bevindt. Als ze op de Evenaar staat, heeft ze al een enorme snelheid. Door de rotatie van de aarde schiet ze al met meer dan 1600 km per uur door de ruimte. Kan deze koe niet in de ruimte worden geschoten door een soort katapulteffect? Nauwelijks. Als het zou kunnen zouden we allemaal samen met de koe de maan voorbij vliegen. Maar de maan zelf zou tot overmaat van ramp even snel van ons wegvliegen als wij er naartoe. Er bestaat nog altijd zoiets als de zwaartekracht die koeien, speculaties en manen op hun plaats houdt. Kunnen we dan een beroep doen op de kwantummechanica? Misschien had Richard Dawkins dat wel in gedachten. Hij geeft niet veel details over zijn loeiende wonder. Als elektronen en fotonen golffuncties kunnen hebben, waarom koeien dan niet? In hoofdstuk 2 zeiden we dat het vreemde gedrag van subatomaire deeltjes alleen verklaard kan worden door te veronderstellen dat ze zich niet op één bepaalde plaats bevinden, maar slechts met een zekere waarschijnlijkheid ergens zijn. Die waarschijnlijkheid wordt uitgedrukt. In de golffunctie die van plaats tot plaats varieert in kracht, maar wel overal bestaat. Dus er is een waarschijnlijkheid van niet nul dat het deeltje zich overal in het universum zou kunnen bevinden. Als we dit idee toepassen op de koe, dan is haar aanwezigheid achter de maan wel zeer onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Bovendien leert de kwantummechanica ons dat elk voorwerp een golfffunctie heeft die zich door de ruimte verspreidt. Tjonge, jonge, heeft Richard Dawkins dan deze keer soms recht in de bolzij, of dat van de koe, geschoten? Het is jammer voor hem, maar het antwoord daarop is nee. De woorden van zijn vriend Victor Stenger brengen hem wel weer op het rechte pad. Citaat: Quantum Mechanica. Gaat geleidelijk over in klassieke mechanica, als de parameters van het systeem, zoals massa's, afstanden en snelheden, het terrein van de klassieke mechanica naderen. En dan is er een voetnoot. Denk maar aan schaalvergroting, van atomen naar golfballen. Einde voetnoot. Als dat gebeurt, worden alle kwantumwaarschijnlijkheden ofwel 0% ofwel 100%. Met andere woorden, dan hebben we altijd zekerheid. Victor Stenger verwijst zich naar een verschijnsel in de kwantummechanica dat decoherentie genoemd wordt. We weten nog niet waarom, maar kwantumdeeltjes die golffunctiegedrag vertonen wanneer ze geïsoleerd zijn van andere deeltjes of er coherent mee zijn, stoppen daarmee als ze in contact komen met de omgeving. Als er te veel deeltjes van verschillende aard rondvliegen, worden hun golffuncties onrustig en storten in, tussen aanhalingstekens. Waarmee bedoeld wordt dat in plaats van de vrijheid te hebben overal op te duiken waar ze willen, alle deeltjes voor 100% zeker weten waar ze willen zijn. Maar dat hoeft ons niet te verbazen. We hebben immers in hoofdstuk 2 gezien dat je slechts naar een kwantumdeeltje hoeft te kijken om zijn golffunctie op die manier te laten instorten. Het gevolg hiervan is dat elk deeltje, elektron, kwark, atoom enzovoort, in onze koe of in welk ander massief object ook, precies weet waar het zich bevindt, zelfs voordat we er naar kijken. Het bevindt zich in de koe en nergens anders. Dat is wat we bedoelen met klassiek of niet-kwantumgedrag. Maar als alle bestanddelen van de koe weten dat ze zich in een weiland op aarde bevinden, is het duidelijk dat nog de koe, nog enig deel ervan, aan de andere kant van de maan gevonden zal worden. Een kosmische koe bestaat echt niet. Telekinese. En telekinese dan? Telekinese of psychokinese verwijst naar het laten bewegen van vaste voorwerpen door middel van de gedachten. Zou Richard Dawkins de koe misschien over de maan proberen te denken... of de koe er naartoe wensen? Dat zou het antwoord kunnen zijn op dit raadsel. Maar waarom zou hij zoiets willen? Het antwoord op die vraag brengt ons tot de kern van zijn gedachtengoed. Het probleem voor Richard Dawkins en zijn mede-atheïsten is dit... Ze vinden het heel moeilijk om het wonder, tussen aanhalingstekens, van het ontstaan van het leven zuiver materialistisch te verklaren. Ja, het lijkt een onoverkomelijk probleem te zijn, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. Maar laten we voorlopig even aannemen dat dit atheïsme vooralsnog geen antwoord heeft op dit raadsel. De gewetensvolle atheïst zal geen verklaring zoeken. In tot nu toe onbekende wetenschappelijke ontdekkingen, omdat hij weet dat er geen enkel verschil is tussen die denkwijze en de door hem zo verguisde theorie van de God van de Gaten. Wat kan hij dan doen? Zijn eerste strategie is bewijzen: tussen aanhalingstekens, dat zelfs de meest bizarre dingen, zoals bewegend marmer of ballistische koeien, mogelijk zijn. En een natuurlijke oorzaak zouden kunnen hebben. Wetenschappelijk gezien deugen zijn verklaringen natuurlijk van geen kant. Maar dat baart hem niet al te veel zorgen, als hij er maar in slaagt om ons te overtuigen van het vage idee dat elk wonder, tussen aanhalingstekens, een natuurlijke verklaring kan hebben. Maar dan komt het ingewikkelde deel. Hij moet nu een snelle sprong maken van, Wonderen kunnen een natuurlijke oorzaak hebben, naar wonderen moeten een natuurlijke oorzaak hebben. Dat probeert hij door een beroep te doen op onze oude vriend waarschijnlijkheid. Hij voert met name aan dat alles wat zou kunnen gebeuren in het stoffelijke universum zeker zal gebeuren als we maar lang genoeg wachten, mits de wiskundige waarschijnlijkheid niet nul is. Dat klinkt aannemelijk, want nu we het oude Newtoniaanse idee van een deterministisch universum hebben verworpen, kunnen we in principe niets uitsluiten. Maar hoewel aannemelijk, klopt de stelling niet, omdat wiskundige waarschijnlijkheden niet per se gerelateerd zijn aan natuurkundige mogelijkheden, zoals we al zagen in hoofdstuk 1. Het is wiskundig gezien mogelijk. Om met bakstenen een oneindig grote toren te bouwen. Maar in de echte wereld is het natuurkundig gezien onmogelijk, omdat vroeg of laat het gewicht van de toren de onderste stenen zal verpulveren, waardoor de hele niet-oneindige toren zal instorten. Voordat we wiskundige waarschijnlijkheden kunnen toepassen op de echte wereld, moeten we ze het dubbele filter. Van de logica en de natuurkundige werkelijkheid laten passeren. Eigenlijk kunnen we ons maar heel weinig dingen of gebeurtenissen voorstellen die wiskundig gezien onmogelijk zijn. Onmogelijkheden tussen aanhalingstekens in het stoffelijke universum ontstaan niet door wiskundige grenzen, maar door de natuurwetten. Zoals een baksteen die geen oneindige drukkracht kan weerstaan. Het is niet de wiskunde die verhindert dat beelden wuiven of koeien over de maas springen, maar het hardnekkige feit dat energie en impuls behouden blijven en dat de kwantummechanica, golffuncties, in massieve voorwerpen decoheert, dat wil zeggen dat de coherentie-eigenschappen worden onderdrukt. Augustinus en Spinoza Dawkins houdt halstarrig vol dat wonderen, tussen aanhalingstekens, volledig in overeenstemming zijn met de wetten der natuur, en dat het simpelweg gebeurtenissen zijn die een zeer lage wiskundige waarschijnlijkheid hebben. Hoewel zijn beroep op waarschijnlijkheid niet overtuigt, om redenen die we al noemden, zijn er nog andere middelen om de pijnlijke gedachte te onderdrukken dat wonderen de natuurwetten overstijgen. Kerkvader Augustinus en de 17e-eeuwse geleerde Baruch de Spinoza zijn Richard Dawkins verrassende bondgenoten in deze zaak. Augustinus, zie het citaat direct onder de titel van dit hoofdstuk, hield vol dat de natuurwetten nooit echt overtreden kunnen worden, omdat alles wat door Gods wil gebeurt, door natuurlijke processen gebeurt. Dus het breken van een natuurwet. Zou gelijk staan aan het dwarsbomen van de wil van God, wat onmogelijk is. Geen enkele gebeurtenis kan dus tegen een natuurwet ingaan, maar het kan wel zo lijken, omdat ons begrip van die wet onvolledig is. Filosoof Baruch de Spinoza, 1632 tot 1677, gebruikt eigenlijk hetzelfde argument. Hij beweert immers. Dat wonderen geen overtreding zijn van natuurwetten of wetenschappelijke wetten, maar dat ze die wetten alleen maar overtreden, zoals we ze op dit moment begrijpen. Een wonder, tussen aanhalingstekens, is gewoon een gebeurtenis die we niet kunnen verklaren. Een natuurlijke gebeurtenis die ons beperkte verstand te boven gaat. Voor een wezen dat alles begrijpt, wordt niets als wonderbaarlijk gezien. Hij zegt dus zo. Citaat. Verder, omdat er in de natuur niets gebeurt wat geen gevolg is van haar eigen wetten, en omdat haar wetten alles omvatten wat bedacht is door het verstand van God, en ten laatste omdat de natuur een vaste en onveranderlijke orde heeft, spreekt dit vanzelf dat wonderen alleen begrijpelijk zijn na de mate waarin het menselijke verstand ze kan doorgronden. En dat het slechts gewone gebeurtenissen zijn, waarvan de natuurlijke oorzaak niet kan worden verklaard door te verwijzen naar een gangbare gebeurtenis. Niet door ons en ook niet door de auteur en verteller van het wonder. Spinoza's tijdgenoot René Descartes, 1596-1650, was dezelfde mening toegedaan. Hij schreef: citaat. Zelfs als God in het begin de natuurwetten had ingesteld, en vervolgens door Zijn toelating de natuur in staat stelde te opereren zoals ze dat vandaag doet, kunnen we zonder het wonder van de schepping te betwisten, geloven dat langs deze weg alle zuivere materiële dingen in de loop der tijd geworden zijn zoals we ze nu zien. Einde citaat. Cornelius Hunter. Zegt hierop, citaat. Jaren later zou deze oproep van Descartes om alleen strikt naturalistische verklaringen te accepteren, gecanoniseerd worden in de wetenschap. Maar zijn verdediging zou door een andere vorm van rationalisme worden vervangen. Einde citaat. Hunter toont daarna aan dat andere invloedrijke theisten zoals Thomas Burnett. Gottfried Leibniz, John Ray, Emmanuel Kant, James Hutton, John Playfair en Charles Lyell, al enkele jaren in de aanloop tot 1859, toen Charles Darwin zijn evolutietheorie publiceerde, om naturalistische verklaringen riepen. Het is interessant dat Augustinus en zijn medetheësten, Spinoza, de pantheïst... En Dawkins, atheïst, het over zoveel dingen eens zijn. Zij verklaren unaniem dat alles wat in het materiële universum gebeurt zich moet schikken naar de wetten der natuur. Zij zijn niet de enigen, want dat is vandaag de dag ook de mening van veel christenen. De vooraanstaande wetenschapper en geestelijke Sir John Polkinghorne denkt dat er mogelijk een nieuw gebied van natuurwettenis, dat zich uitdrukt in geheel unieke, geheel onverwachte gevolgen. Dit is ook de positie van velen die in theïstische evolutie geloven, of ze daar nu voor uitkomen of niet. Het is uiteraard heel logisch om te denken dat natuurkundige gebeurtenissen in de regel een natuurlijke oorzaak hebben. Maar we scheppen een groot probleem als we zonder meer alle alternatieven negeren of uitsluiten. Zulk een integraal naturalisme plaatst God in de klassieke positie van de man die bij het lakken van zijn pakketvloer ontdekt dat hij in een hoek van de kamer zit en niet meer weg kan tot de lak droog is. Volgens de atheïst zit er natuurlijk niemand in de hoek, want de vloer lakt zichzelf. Maar iedereen is het erover eens dat God, als hij al bestaat. Zichzelf binnen de grenzen van zijn eigen wetten gevangen heeft gezet, en niet kan handelen in het materiële universum, tenzij door tussenkomst van natuurlijke oorzaken. Met andere woorden, echte wonderen, dat zijn gebeurtenissen die niet verklaard kunnen worden als gevolgen van de natuurwetten, bestaan niet. Dawkins komt tot zijn conclusie: door de natuurwetten een zekere plasticiteit of Flexibiliteit toe te kennen die ze niet hebben. Met het grootste gemak schendt hij die wetten door het voorbeeld van de wuivende hand, waarmee hij juist een beroep op die wetten doet. Augustinus en Spinoza vermijden deze valkuil door een beroep te doen op nog onbekende natuurwetten, om wat wel miraculeus is te elimineren. Maar zo komen we in een cirkelredenering terecht. Wat beschouwen zij als een wonder? Een gebeurtenis die gereguleerd wordt door onbekende natuurwetten. En wat zijn die onbekende natuurwetten? Wetten die wonderbaarlijke gebeurtenissen mogelijk maken. De logica is ver te zoeken. Het feit is dat deze beroemdheden en vele anderen met hen allemaal beginnen met voor waar aan te nemen wat ze proberen te bewijzen. Ze zeggen allemaal, ieder op zijn eigen manier en uitgaan van een a priori filosofisch principe, zeg maar een principe dat niet vooraf onderzocht en bewezen is, dat niets in de natuurkundige en materiële wereld gebeuren kan wat zelf geen natuurkundige en materiële oorzaak heeft. Er moet de natuurwetten gehoorzamen, bekende en onbekende. Voor Dawkins en zijn vrienden, allen aanhangers van het reductionisme, ligt er niets achter de horizon van de natuurwetten. Augustinus, Spinoza en hun filosofische nazaten baseren hun hypothese op de aard van God. Ze zeggen dat de wil of verordeningen van God alleen toegepast kunnen worden in strikte overeenstemming met de natuurwetten. Dat is een ernstige misvatting. Want hoewel de natuurwetten gezien kunnen worden als een uitdrukking van de gedachten van God, zoals we later zullen zien, is het niet logisch te veronderstellen dat ze wat betreft natuurkundige gebeurtenissen het goddelijk potentieel uitputten. Maar door vanaf het begin aan te nemen dat de wil en het doel van God aangaande de materiële wereld alleen wordt uitgedrukt. Door de wetten die hij heeft ingesteld om de natuur te beheersen, laten ze God in de hoek van de Kamer zitten kijken naar lak die nooit opdroogt. C.S. Lewis heeft een duidelijker beeld van het wonder. Hij wijst erop dat als er al een onstoffelijke of geestelijke wereld bestaat, er noodzakelijkerwijs een raakvlak moet zijn tussen die wereld en de natuurlijke wereld, zoals de kust. Het raakvlak is tussen zee en land. En net zoals het zeewater soms over dat raakvlak het land binnenstroomt, zo dringt het geestelijke van tijd tot tijd de stoffelijke wereld binnen. Zo kan er een wonder gebeuren, waarbij onstoffelijke, geestelijke oorzaken tijdelijk de natuurwetten overvleugelen. Maar het lijkt erop dat zelfs Lewis er niet in slaagt het bijbelse concept van wonderen te begrijpen. Wat heeft de Godhypothese eigenlijk te zeggen over deze controverse? Wonderen en de Godhypothese. Ik wil eerst proberen de zaken te verduidelijken. door een belangrijk onderscheid te maken tussen wonderen en de voorzienigheid. De Bijbelse Godhypothese laat het verschil duidelijk zien. De voorzienigheid is Gods soevereine controle over de natuur. En de menselijke geschiedenis om bepaalde doelen te bereiken en gaat niet gepaard met schending of opheffing van natuurwetten. Ik citeerde al eerder de bekende weergave van de leer der voorzienigheid door de Apostel Paulus in handelingen 17, vers 24 tot 28. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is die aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En Paulus zegt ook, wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Nebukadnezar, de koning van Babylon, zei: God doet naar Zijn wil met het Heer des Hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: Wat doet Gij? Een ander voorbeeld. Is de manier waarop Jozef zijn broers vergaf, die hem als slaaf hadden verkocht. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde een groot volk in het leven te behouden. Gods providentiële macht over de natuur wordt voortdurend benadrukt in de psalmen. Bijvoorbeeld, bezoekt gij de aarde. Gij overstroomt haar, gij maakt haar zeer rijk. Gods beek is vol water, gij grondvest hun koren, ja zo grondvest gij haar. Gij laaft haar voren, effent haar kluiten, maakt met regenvlagen haar beek, zegend wat aan haar ontspruit. Gij zette een kroon op het jaar van uw goedheid. Sommige bekende Bijbelse wonderen moeten eigenlijk geclassificeerd worden als voorzienigheid, waarvan de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee na hun vlucht uit Egypte een goed voorbeeld is. In het boek Exodus staat: De Heere deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. De wind waarvan die sprake is, moet een heel bijzonder verschijnsel zijn geweest. Maar hij biedt ons wel een natuurlijke verklaring voor het splijten van de wateren, maar natuurlijk niet voor de timing van het wonder tussen aanhalingstekens. Het moge duidelijk zijn dat men bij elke poging om bovennatuurlijke wonderen te begrijpen aan de hand van de godhypothese. Rekening moet houden met Gods providentiële macht over natuurlijke processen. Echte wonderen. Maar wat bedoelt de Bijbel dan met wonderen? Het Hebreeuwse Oude Testament verwijst ernaar met woorden als tekenen of wonderdaden, terwijl het Griekse Nieuwe Testament ze krachten en tekenen noemt. De Bijbel benadrukt dus het doel van het teken, of de betekenis van de gebeurtenis, samen met de onmiskenbare kracht die vertoond wordt en de verwondering die de gebeurtenis oproept bij iedereen die er getuige van is. In de meeste gevallen is de macht waarna verwezen wordt de macht van God, en niet die van een mens die er eventueel bij betrokken is. De betekenis van het teken. Heeft meestal betrekking op Gods getuigenis, aangaande of goedkeuring van een bepaalde leer of persoon. Bijvoorbeeld, citaat: Zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heer Jezus Christus, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen. En velerlei krachten, en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil. Einde citaat. Het is duidelijk dat bijbelse wonderen vooral wonderen genoemd worden op grond van het effect dat ze hebben op de waarnemer, en niet op grond van hun oorzaak. Een wonderbaarlijke genezing wordt bijvoorbeeld niet specifiek bovennatuurlijk genoemd, wat enige speelruimte geeft. Aan de Augustiniaanse hypothese van onbekende natuurlijke oorzaken. Maar als de Bijbel een wonder toeschrijft aan een directe daad van God, kan alleen een bovennatuurlijke oorzaak bedoeld worden. En het eerste en grootste wonder was de schepping ex nihilo van het universum zelf. En er zijn nog genoeg andere voorbeelden, zoals de opstanding van Christus. God. Evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de wegen van de door, nadien het niet mogelijk was dat Hij, Christus, door Hem de Door, werd vastgehouden. En de genezing van de lammen aan de tempelpoort. Dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreër, die Gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. De bijbelse Godhypothese laat dus toe dat er dingen gebeuren, hoewel bij uitzondering en met een duidelijk doel, waarbij de bovennatuurlijke oorzaak de natuurlijke oorzaak vervangt. Met andere woorden, de wetten van de natuur kunnen aangevuld of overstemd worden. Door een goddelijk besluit. Deze bovennatuurlijke bemoeienis met de stoffelijke wereld is eigen aan de bijbelse geschriften en dus aan het historisch christelijk geloof. C.S. Lewis zegt hierover: Wie naar een christendom zonder wonderen toe wil, is bezig van een christelijk geloof terug te vallen in louter religie. Einde citaat alleen een opgeschoond onbijbels christendom tussen aanhalingstekens kan zonder deze wonderdimensie tussen aanhalingstekens En zulk een geloof mist niet alleen een voorgeschiedenis maar ook geloofwaardigheid En om vrij te zijn van elke innerlijke tegenspraak moet deze opgeschoonde godsdienst veel andere bijbelse stellingen verwerpen zoals de schepping ex nihilo de schepping van het leven door God. de directe schepping van de mens. de opstanding, hemelvaart en wederkomst van Christus. en elke andere eschatologische leer in de Schrift. met inbegrip van een toekomstige dag des oordeels. En dan is er een voetnoot: Eschatologie is de leer van de laatste dingen. Er zal maar weinig overblijven om in te geloven. Hoe verzoend. Onze Bijbelse Godhypothese dan de overal aanwezige werking van de door God ingestelde natuurwetten, met de wonderbaarlijke gebeurtenissen waarbij die wetten verdrongen worden door een goddelijk besluit? Het antwoord ligt in de Bijbelse opvatting van de natuurwetten. Het woord van Gods kracht. Toen ik in het begin van de jaren zestig voor het eerst in de Verenigde Staten kwam. Logeerde ik bij een Amerikaans gastgezin. Op een morgen zei mijn gastheer dat de centrale verwarming zich zojuist voor de eerste keer die herfst had ingeschakeld. Het was ook de eerste keer dat ik een automatische verwarming had gezien, dus ik was onder de indruk. Ik zei: Bedoelt u dat u hem niet zelf hoefde in te schakelen? Vandaag de dag vinden we het vanzelfsprekend. Dat sommige systemen automatisch werken. Als ik op een koude wintermorgen mijn nieuwe auto start, wordt de verwarming van de voor- en achterruit en van de zijspiegels automatisch ingeschakeld, evenals de airconditioning, de antislipregeling en de ruitenwissers. Als je dat voor de eerste keer meemaakt, kan dat best even schrikken zijn. Misschien is het dus niet zo vreemd dat zelfs Theisten de neiging hebben, om de natuurwetten te zien als een automatisch, onafhankelijk werkend besturingssysteem, dat in het begin wellicht door God is opgezet, maar dat echter later, op de een of andere manier, onafhankelijk van Hem werd. Maar zo ziet de Bijbel het niet. Onze korte beschouwing van de voorzienigheid zou ons moeten doen beseffen dat de natuurwetten zo werken dat ze een uitdrukking zijn van de bedoelingen van God. Wat suggereert dat deze wetten niet de onafhankelijkheid hebben die we ze dikwijls toeschrijven, maar juist onderworpen zijn aan de wil van God. Dit principe wordt duidelijk uiteengezet in een belangrijk Bijbelgedeelte, waar Christus als God alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. We vinden dit in Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Citaat. God heeft nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt, door het woord van zijn kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Einde citaat. Het kosmisch, tussen aanhalingstekens, karakter van dit gedeelte is duidelijk en leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat het stoffelijke universum eerst door God in Christus geschapen werd en tot op de dag van vandaag op dezelfde manier wordt onderhouden. En als dit aspect van de Godhypothese waar is... Wil daar zeggen dat we het systeem van natuurwetten dat de kosmos ondersteunt op dezelfde lijn moeten stellen met het directe, hedendaagse woord van Christus. De apostel Paulus steunt dit idee. Hij schrijft, citaat, alle dingen zijn door Christus en tot Hem geschapen. En Hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Einde citaat. Het Griekse werkwoord dat hier vertaald is met bestaan betekent samenvoegen of bijeenhouden. En wanneer het, zoals hier, gekoppeld wordt aan de daad en het doel van schepping, kan het alleen verwijzen naar de structurele en functionele integriteit van het stoffelijke universum. Let vooral op het contrast tussen de scheppingsdaad in het verleden, zijn geschapen, in het samenhouden, bestaan, in het heden. Omdat deze voortdurende integriteit, wetenschappelijk gezien, aan de natuurwetten wordt ontleend, zien we opnieuw dat de natuurwetten op een bepaalde manier op één lijn gesteld worden met de machten van Christus. Een van de mogelijke interpretaties is dat de goddelijke wil inherent is aan de natuur. Hoewel de God van de Bijbel als schepper natuurlijk boven en buiten de natuur staat, is hij ook overal in de natuur aanwezig als 1. de onderhouder van alle dingen en 2. de voorziener van alle dingen. Wat 1 betreft, als onderhouder van alle dingen. Stelt hij de natuurwetten in en onderhoudt hij ze door middel van de voortdurende actie van zijn wil en verstand. Terwijl hij met betrekking tot twee, dus als voorziener van alle dingen, diezelfde wetten providentieel gebruikt om zijn voornemens in de materiële wereld te realiseren. Maar we moeten goed begrijpen dat één hem niet beperkt tot twee. Als de natuurwetten inderdaad de tegenwoordige uitdrukking zijn van de gedachten van God en niet een systeem is dat onafhankelijk van God werkt, is er geen reden waarom hij die wetten niet lokaal terzijde kan stellen in ruimte en tijd om een wonder te veroorzaken. Een voorbeeld: Toen ik in Londen werkte, reisde ik dagelijks heen en weer tussen mijn huis in Hertfordshire en mijn werk in Londen. Stel dat een buitenaars wezen naar de aarde was gestuurd om in het geheim het menselijk gedrag te bestuderen en moest ontdekken welke regels mijn dagelijkse bewegingen bepaalden. De verborgen waarnemer zou al snel doorhebben dat ik mijn huis op een bepaald tijdstip verliet, naar het station wandelde dat anderhalve kilometer van mijn huis verwijderd is en op de trein naar Londen stapte. Maar dat gebeurde slechts vijf dagen achter elkaar. Waarna ik twee dagen niet reisde. Dit patroon werd periodiek herhaald en zou in een formule gevat kunnen worden. De buitenaardse socioloog, blij met zijn bevindingen, wil net zijn resultaten gaan meedelen wanneer ik op een dag onverwacht en zonder waarschuwing in mijn auto stap en naar Londen rijd. Er is een wonder tussen aanhalingstekens gebeurd. Een afwijking van een gevestigde. Bewezen wet. Maar dat is alleen zo in de beleving van de waarnemer. Voor mij is de keuze tussen de trein en de auto een bewuste dagelijkse beslissing die bepaald wordt door de omstandigheden. Er is geen kwalitatief verschil tussen reizen per trein en per auto. Gewoonlijk gaf ik de voorkeur aan de trein vanwege de verkeersdrukte op de weg. Maar als ik veel boeken of papieren mee moest nemen, was het handiger om met de auto te gaan. Op gelijke wijze gebruikt God, als Heer van Hemel en Aarde, voor Zijn voorzienige werken, indien mogelijk, gewoon Zijn eigen natuurwetten. Maar waarom zou Hij dat doen, als Hij alle dingen toch al voortdurend onder controle heeft? Omdat er veel voordeel ligt in deze werkwijze. We hebben al gezien dat de standvastigheid en elegantie van deze wetten getuigen van het bestaan, de intelligentie, de kracht en het organisatorische karakter van God als schepper. In Romeinen 1 vers 20 staat, citaat, Want hetgeen van Hem, dat is God, niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld, uit Zijn werken met het verstand, doorzien. Maar de natuurwetten helpen de mensheid ook, omdat hun voorspelbaarheid, de beschaving en de technologie de mogelijkheid geven om tot bloei te komen, om maar een voorbeeld te noemen. Af en toe ziet God echter dat de normale werkwijze niet volstaat en stelt hij de natuurwetten terzijde om een niet natuurlijke of wonderbaarlijke gebeurtenis te veroorzaken. Maar of iets nu het gevolg is van een natuurlijk proces. Of van een goddelijk besluit tot een wonder, het is de tegenwoordige activiteit van Gods wil en verstand die werkzaam is. Het wonder is echt, en hoewel het voor de waarnemer geen natuurlijke gebeurtenis is, is het dat wel voor de God die de hele schepping doordringt. De bijbelse Godhypothese suggereert dus drie dingen. In de eerste plaats stelt zij dat de kosmos. Beheerst wordt door vaste, rationele en universele natuurwetten, omdat de kosmos de vrucht is van een rationele, alomtegenwoordige en almachtige schepper wiens aard niet verandert. In de tweede plaats stelt de God-hypothese dat deze natuurwetten geen op zichzelf staande, onafhankelijke principes zijn die los van hun schepper bestaan. Maar de voortdurende uitdrukking zijn van Zijn wil en verstand. De uitkomst is dat Hij ervoor zorgt dat deze wetten in de Voorzienigheid zo samenwerken dat Zijn voornemens door die wetten vervuld worden. Maar in de derde plaats laat onze hypothese ook toe dat, hoewel God normaal gesproken de natuurwetten gebruikt om Zijn doelen door de Voorzienigheid te bereiken, Hij niettemin ook de vrijheid heeft. Om van gedachten te veranderen en op een andere, wonderbaarlijke manier in de natuurlijke wereld te werken. Tegenwerpingen. Natuurlijk zal het niemand verbazen dat er ook een aantal tegenwerpingen zijn. Eén probleem is dat deze visie heel veel van God vraagt. De deïsten en hun theïstische vrienden zeggen bijvoorbeeld, citaat. Dat God de natuurwetenschept en ze zonder tussenkomst hun werk laat doen, is één ding. Maar om voortdurend elk atoom in de kosmos in de gaten te houden, is heel wat anders. Einde citaat. Ik besef heel goed dat deze mate van controle ons bevattingsvermogen overstijgt. Maar laten we niet vergeten dat de moderne natuurkunde ook vergeven is van de meest bizarre speculaties zoals ik in de voorgaande hoofdstukken probeerde aan te tonen. Bijvoorbeeld: wetenschappers blijven maar spelen met de wonderlijke hypothese van de vele werelden, die de tegenstellingen in de kwantumtheorie probeert te omzeilen. En Schrödinger's kat probeert te redden door te stellen dat elke subatomaire gebeurtenis die twee mogelijke gevolgen heeft in de kwantummechanica de kat leeft of de kat is dood. aanleiding geeft tot twee nieuwe universa. waarin elk van de genoemde gevolgen werkelijkheid wordt. Volgens deze hypothese. werd er al een ontelbaar aantal nieuwe universa geschapen. vanaf het moment dat ik deze zin begon te schrijven. En waarschijnlijk zijn al die universa. druk bezig om zichzelf weer op te splitsen. in ontelbare andere. Er kunnen gewoon niet genoeg katten zijn. Maar als God de natuurwetten alleen had ingesteld en zich er daarna niet meer mee bemoeide, of zelfs als ze zichzelf hadden ingesteld zonder goddelijke hulp, welke kracht houdt ze dan in hun oorspronkelijke, ingewikkelde, geordende staat? Waarom zouden ze blijven bestaan, onveranderlijk, als rotsen in de branding in hun universum? Dat steeds verandert. De Romeinse dichter Juvenalis vroeg: Wie bewaakt de bewakers? Die vraag moet beantwoord worden door zowel de natuur als de maatschappij. Een andere tegenwerping is afkomstig van veel theïsten: Namelijk, we kunnen wonderen niet accepteren omdat God een God van volmaakte orde is. En elke afwijking. Van de ingestelde natuurwetten zou zijn volmaaktheid schenden. Als u zich wat meer in dit onderwerp wilt verdiepen, moet u Cornelius Hunter's uitstekende analyse in Science's Blindspot maar eens lezen, oftewel De Blinde Vlek van de Wetenschap. Maar kort gezegd, is de tegenwerping gebaseerd op een onbijbels en rationeel idee over. Volmaaktheid. Het idee doet juist afbreuk aan Gods volmaaktheid, omdat het zijn bewegingsvrijheid ernstig beperkt. De Bijbelse godhypothese stelt daar een veel bevredigender werkelijkheid voor in de plaats, namelijk dat absolute macht en absolute volmaaktheid hand in hand gaan. Zij staat ons zeker niet toe om God gevangen te houden in een dwangbuis die ontwerpen is... Door het beperkte verstand van de mens.